Zoek informatie over games. Dan is er verschillende soorten informatie die je kan zoeken. Een eerste soort informatie is of een game überhaupt geschikt is voor jouw leeftijdsgroep. Dat kan via pegi.info. Op pegi.info krijg je advies over allerhande games. Je krijgt een leeftijdscategorie. En je krijgt ook aanduiding van wat je in de game kan verwachten aan de hand van symbolen. Dat wil zeggen dat er geweld zal zijn, onaangepast taalgebruik, horror, of thrillerachtig, seks, drugs, discriminatie, gokken en dat het een online game is. Dus via die logotjes krijg je informatie over PG en je kan ook gaan zoeken naar een game. Nu, eventjes aantonen dat het niet altijd perfect werkt. De zoekactie, een van de meest beruchte games is Grand Theft Auto, maar in de sector bekend als GTA. Als ik gewoon zoek op GTA 5, dan krijg ik niets. Nee, ik moet zoeken op Grand Theft Auto. Dus een echt goede databank zit er toch niet achter. Achter deze PG. Voilà, als ik Grand Theft Auto volledig schrijf, dan vind ik het wel terug. En je krijgt meteen de leeftijdscategorie, in dit geval 18. En het bevat extreem geweld, zinloze moordpartijen, geweld tegen weerloze mensen en grof taalgebruik. Op basis daarvan kan je u een oordeel vellen of dat je dat game aan uw klanten of aan uw kinderen wil geven. Dat is één mogelijkheid. Nu, als je games gaat beoordelen, ga je niet alleen kijken naar die leeftijdscategorie, waar trouwens een en ander over te zeggen valt. Maar dat is een andere discussie. Je gaat ook kijken naar de kwaliteit van games. Veel Vlamingen kijken op de website van 9Lives. Wat goed is om recente games te volgen, maar geen goede zoekfunctie om iets oudere games. Dus daarom ga ik er niet te lang blijven bij stilstaan. Zelf gebruik ik meer Metacritic. Ik heb het al voorgesteld toen ik het over films had. Metacritic is een plek waar zowel scores van professionele recensenten worden weergegeven en samengeteld als van gebruikers. En als ik hier dan bijvoorbeeld ga kijken naar GTA 5. En dan kijk ik Vice Story, dat is ook niet de bedoeling. Dus ook hier. En dan zoek ik actie. Of de database beter. Ik zal het ook moeten op Grand Theft Auto 5 gaan zoeken. Ziezo. Hier heb je iets wat je vaak hebt op Metacritic. Je hebt de metascore van de recensenten, die vrij hoog is, 96. En dan heb je de van gebruikers, en die merkelijk lager is, 78, als je het zo in percent uitdrukken. Die scores zijn vrij valabel, want je hebt hier, dat is een score op basis van 57 professionele recensenten, en hier op basis van 2600. Dus op basis daarvan kan het interessant zijn om u een oordeel te vellen over een game. Bovendien, je kan ook filteren op de type reviews. En als je zegt van kijk, ik ga eens kijken naar de negatieve, waarom was het dat het negatief was? Dat kan een reden hebben, zeker bij games. Soms krijg je spellen een negatieve recensie, omdat er problemen zijn met de installatie en dergelijke meer. Dus dat kan interessant zijn dat je een keer bekijkt. Omdat je op die manier weet, is dat spel wel geschikt voor mij of voor in mijn bibliotheek uit te lenen, want ja, die redenen kunnen voldoende zijn om het spel niet te gaan aankopen.